U bent vanmorgen toch nog gestart? Ja hoor, om 4:10 al, hè, om de zon een beetje voor te zijn. Hè. Ja. Maar het ging wel prima, dus we moeten 40 kilometer lopen vandaag. En nog een paar kilometers, een kilometer 4 en dan zitten we weer op. Goedemorgen Margriet, eventjes aan het uitrusten? Ja, we hebben nu een aantal kilometers erop zitten en dachten even lekker hier vertoeven. We worden goed verzorgd door Margriet van Oortjeshekken, dus dat hebben we allemaal goed geregeld. Goedemorgen, waarom bent u vanmorgen toch nog gestart? Ja, omdat vier dagen waarbij maar 3 dagen lopen is toch niet compleet. 3 is geen 4. En ik loop er maar 1 keer mee en dat moeten dus echt 4 dagen zijn. Toch werd er geadviseerd om vandaag niet te gaan wandelen. Klopt, ja, het was vanwege de hitte. Ja, en wij dachten, ja, als we gewoon om 4:30 ochtends starten en om 11:00 klaar zijn, dan zijn we het grootste deel van de hitte gewoon voor. Ja. Dus dat is geen enkel probleem, denken we. Begint het niet aardig warm te worden? Het begint nu heel erg warm te worden, inderdaad. Ja, we zijn om 5:00 gestart vanochtend. En toen was het nog best wel goed om te lopen. Maar vanaf 11:00 voelden we al van, oh ja, nou begint de hitte wel toe te nemen. Ja. Dus het is ook wel goed hoor, dat ze het voor de grote groep zeg maar hebben afgelast. Maar ik ben goed getraind. Hoe gaat het tot nu toe? Nou prima, een beetje branderige voeten inmiddels. Het begint nou ook warm te worden, hè? Ja. Maar voor de rest we zijn bijna thuis. Ja, daarom. Jullie zijn vanmorgen op tijd gestart? Ik ben om 2:30 vanuit huis weggelopen, naar de start. Dus ik zit nu al op 50 kilometer. Het heel meevallen toch nog wel. Ja. Mensen die met komkommers staan of met ijsjes. De sfeer is er toch wel. En er lopen toch ook best nog wel mensen mee. Mm-hmm. En ik denk ook dat de saamhorigheid groter is als er minder mensen meelopen. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Ja, 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 dus ja. Dan is het misschien wel leuker dan de echte 4 dagen. Nou, dat zeg ik ook niet. Nee. Maar het is een goede tweede. Ja.